raadsleden van Mook en Middelaar zijn in conflict met elkaar. De aanleiding daarvoor is het Hart van Mook. Een project waarbij een bejaardencentrum in het centrum van Mook gebouwd gaat worden. Daarop volgde een geheime brief, het ontslag van een fractielid uit twee commissies en meerdere besloten vergaderingen. Nu staan coalitie en oppositie lijnrecht tegenover elkaar. De angel van het probleem wat ontstaan is hier in Mook is dat er mensen beschuldigd worden van eigenlijk wat een misdrijf is om een politiek doel te bereiken. Namelijk het plan ten aanzien van de zorgcentra van tafel krijgen. De coalitie is niet begonnen, het is de VVD die is begonnen met de coalitie. Dat is echt zo, dat zijn feiten, dat is geen mening. Die zijn begonnen door een geheime brief aan de burgemeester te schrijven, waarin allerlei mensen beschuldigd werden. Die brief was sowieso niet de bedoeling, die is op verzoek van de burgemeester geschreven. Wij zijn in eerste instantie zonder brief naar die burgemeester gegaan en die heeft ons gevraagd, zet het op papier. En hierdoor is dit geëscaleerd en is die brief ook in de openbaarheid gekomen. Afgelopen dinsdag is door de VVD gesuggereerd om bemiddeling te zoeken bij een mediator. We moeten niet vergeten dat de verkiezingen in aantocht zijn. Dat zijn allemaal zaken waar het heel moeilijk wordt om bijvoorbeeld, wat ook al gesuggereerd is, om mediation te gaan doen. Dan ga je mediation toepassen, dat duurt een x-aantal maanden. En binnen nu en 9 maanden zit deze raad er niet meer. Als de coalitie beweert dat hierdoor het project gevaar loopt, dan is dat voor mij nieuwe informatie. Ik heb daar nog niks van gehoord, zou ik ook heel bijzonder vinden. De raad is bang dat bij het uitblijven van dit project investeerders ook in de toekomst weg zullen blijven. Als dit project niet doorgaat, dan wordt het helemaal niet meer voor investeerders en ontwikkelaars prettig om in Mook te investeren. Als we deze geen kans geven, dan is het voorlopig finito in Mook. En dan komen er geen zorgappartementen. De coalitie verwacht excuses van ons. Ik zou niet weten waarvoor we die moeten geven. Wat mij betreft is het andersom. Stel dat ze echt overtuigd waren dat dat fout was. Dan zeg ik nu niet dat ze liegen, maar dan zeg ik dat ze het voor een politiek doel gebruikt hebben. En niet omdat ze zo begaan zijn met de integriteit. Dat zeg ik. Het is gebruikt voor een doel waar het niet voor gebruikt mag worden.